Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag heb ik deze, ja, het is eigenlijk ook weer een soort marble, een beetje steenachtige nail art, of ja, hoe je het ook wil noemen. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik dit moet noemen. Een tijdje terug zagen jullie van mij ook al een marble nail art voorbij komen. Toen zei ik al van, ik vind hem leuk, maar eigenlijk was het niet helemaal wat ik in gedachten had. Ik ga hem er even bij zoeken. Dat was dus deze nail art. Ik vond hem heel mooi. Ik was er echt wel tevreden over. Maar het was niet helemaal wat ik in gedachten had. En dit was dus ook met die witte color drops. En toen dacht ik al, ik ga hem nog eens een keer opnieuw maken. Maar dan net even met wat andere kleuren. En ja, dit vind ik eigenlijk wel net iets, ja, mooier. Ja, dit is wel mijn favoriet, denk ik. Maar dit vind ik ook wel heel mooi. Die zachte kleuren met dat goud. Maar ja, het is gewoon iets totaal anders. Maar dit was eigenlijk wat ik toen wat meer in gedachten had. Dus ik ben helemaal blij met deze nail art. Dit was echt wel meer wat ik, ja, wat ik wilde maken. Ik ga je in deze video dus precies laten zien hoe ik deze nail art heb gemaakt. Ik begin met een witte ondergrond. Er zit al één laagje op. En ik ga nu een tweede laagje aanbrengen. Dan is die mooi dekkend. En dit hard ik uit in de lamp. Voor deze nail art gebruik ik onder andere deze Magic Flakes. Of hoe heten ze? De Flakes van Yours zijn deze. Maar ja, jullie weten dat ik heel veel verschillende flakes heb. Van heel veel verschillende merken. Dus kijk gewoon even wat je zelf in je collectie hebt. Maar die flakes maken het wel echt heel mooi. En dit is Aurora heet deze flake. Van Yours zijn er vier verschillende. Ik heb geloof ik ook al een andere geprobeerd voor de nail art. Maar ik vond deze het mooiste uitkomen. Dus kijk gewoon even wat je hebt. In principe kan iedere flake wel hoor. En die ga ik nu aanbrengen over die witte gelpolish. Dus die is uitgehard. Zit er nog een plaklaag op. En ik ga nu heel die nagel bedekken met de flakes. Doe ik gewoon even met een penseeltje of kijk even wat je zelf makkelijk vindt om te gebruiken. Ik bedek de hele nagel met flakes. Zo. Dit is sowieso al heel mooi, hè, die flakes. Maar zo meteen gaan we dus nog die color drops aanbrengen. Die gekleurde, die van Diva die hier staan. En dat geeft echt een heel mooi effect. Nou, als je zeker weet dat de nagel helemaal mooi bedekt is. Dan breng ik hier even een matte topcoat overheen aan. Want ik vind zelf die color drops altijd, of die design inks noemen ze trouwens hier van Diva. Die vind ik altijd het fijnste over een matte topcoat. Dus ik breng hier een matte topcoat overheen aan. Dat hard ik uit in de lamp. En dan gaan we zo verder met de color drops. Oké, hier is de witte nagel met de flakes. En de matte topcoat dus eroverheen. Uit de lamp, hij is helemaal mat. Er zit geen plaklaag meer op. En nu ga ik dus die color inkt, of die design inkt aanbrengen. Deze zijn van Diva, die zijn verkrijgbaar via LS Cosmetics. Dat is www.nagelbenodigdheden.nl. Daar zijn ook de flakes van Yours verkrijgbaar. En nu ga ik dus die aanbrengen. Ik heb drie verschillende kleuren. Dit is de pink, dus een roze. En die breng ik nu aan hier op de nagel. Het is echt heel vloeibaar. Doe dit ook altijd heel voorzichtig. Dit wil je echt niet laten vallen. Het is me echt al wel eens gebeurd dat zo'n flesje over mijn tafel ging. Dan pak ik paars, de purple. En ik doe dit gewoon een beetje zo willekeurig hoor, over de nagel. Dus eigenlijk geen goed en fout. Maar ik probeer in het midden een wit ja, rondje over te laten. Dan pak ik ook nog de blue. Volgens mij is het light blue. Kijk, en het is wel mooi als hij een beetje over dat roze en dat paars gaat. Want dan zie je hem automatisch ook wel ietsje donkerder worden en een beetje meer dat paars oppakken. Vind ik ook wel mooi. Zo. En tot slot heb ik nog zwart. En die gebruik ik echt alleen hier in de puntjes en langs de randjes. Maar dat geeft wel een heel mooi effect. Dat framet echt een beetje zo die nagel. Dus ik breng dat gewoon hier zo langs die randen. Je kan altijd later nog meer aanbrengen hoor. Dus als je straks denkt, nou het is nog niet helemaal naar mijn zin. Wat ik dan doe, ik heb hier een flesje aceton staan. Gewoon pure aceton. Ik doe een klein beetje omhoog duwen. En ik pak er ook nog even een wijpje bij. En met een penseeltje ga ik even in die aceton. En dan ga ik ermee over die color inkt, die design inkt. Dan kun je het een beetje vervagen. En sowieso vind ik die inkt heel mooi over die flakes. Dat geeft een heel mooi effect. Zul je straks wel zien, zie je echt mooi die glans.
En nu ga je dit gewoon een klein beetje vervagen. Ja, dat is gewoon puur op gevoel. Wat je zelf mooi vindt. Ja, dat die vlekken een beetje in elkaar vloeien. Ik ga het even laten zien op de voorbeeldjes. Kijk, ja, ze zijn allemaal net een beetje anders. Maar je ziet dat er gewoon in het midden een witte vlek overblijft. Daaromheen wat roze en wat paars. En dan vooral aan de uiteinden zijn het puntje zo. Die randen heb ik wat meer zwart. Dus dat vind ik zelf heel mooi. Maar wil je het anders doen of wil je andere kleuren gebruiken, kan natuurlijk ook. En nu ga ik gewoon hier en daar een beetje zo met aceton die inkt aandeppen. Zodat het mooi vervaagt. Wat ik dan ook nog doe. Ik vind het zelf wel mooi om dat wit in het midden ook nog wel, ja, iets rozer te maken. Maak ik mijn penseeltje even goed nat met aceton. En dan ga ik hier toch over die inkt. En over dat midden. En dan zul je zien dat hij toch een beetje dat roze oppakt. Of dat paars. Vind ik net iets mooier. Dan is het niet zo spierwit. Als het nu te roze wordt. Dan ga je daar gewoon weer met aceton overheen. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar dan kun je echt dat midden weer wat witter maken. En zo kun je ook dat middenstukje een beetje vervagen. Of wat ronder maken. Als je daar net een iets andere vorm in wil hebben. Kijk, dan gaat dat gewoon. Ik vind het wel mooi. En dan kun je ook een beetje zo van die randen creëren. Geeft echt een beetje zo'n geodesteen. Of hoe spreek je dat uit? Geodesteen effect. Ja, ik vind het wel echt heel mooi. Zo. Kijk, en nu vind ik dat hij hier, dat daar die vlek een beetje te licht is. Dus ik ga daar een klein beetje paars of blauw overheen doen, denk ik. Een beetje paars. Heel klein beetje blauw nog. Hier. Ja, kijk. Wordt die gelijk weer ietsje donkerder. Dan gaan we dat ook nog ietsje vervagen. Zo. Ja, zoiets vind ik denk ik wel mooi. Ja, je kan net zo lang doorgaan dat je zelf wil. Maar soms moet je gewoon stoppen. Ook wel eens regelmatig reacties van dames die zeggen, ja, ik ga soms veel te lang door en dan is het mooi, maar dan ga ik weer verder en dan verpest ik het weer. Heb ik ook zeker wel eens, hoor. Dan denk ik, oh, hier nog een beetje, daar nog een beetje. Dan denk ik, oh, ik had er beter af kunnen blijven. En toen was het mooier. Maar zo vind ik hem eigenlijk wel mooi. Je ziet echt dat roze en dat paars. En een beetje dat zwart. Dus ja, ik vind het wel een mooi designtje zo. Laat het even een klein beetje drogen. En daarna breng ik hier even een topcoat overheen aan. Dit is een topcoat gewoon met een plaklaag. Ja, en dit is al super. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar je ziet dan al zoveel diepte erin. Nu komt ook echt, die flakes komen echt naar boven. Zodra je die topcoat aanbrengt, gaat het helemaal mooi glanzen. En door die inkt heen zie je die flakes shinen. Ja, ik vind dit dus echt heel mooi. Ja, ik hou hier echt van. Zometeen ga ik nog, denk ik, een paar vleekjes extra aanbrengen. En ik ga dan ook nog die witte color drops eroverheen doen. Maar dit hard ik even uit in de lamp. Oké, hier is de nagel uit de lamp. De topcoat is dus uitgehard die ik er net overheen gedaan heb. Wat je nu nog kan doen, is er eventueel nog een paar vleekjes bij doen. Ik twijfel of ik dat ga doen, want ik vind hem op zich wel shiny genoeg. Maar als je er nu nog een paar vleekjes bij doet, dan komen die wel net even wat meer op de bovengrond te liggen. Ja, ik ga het gewoon even doen, want jullie weten hoe gek ik ben op die flakes. En zeker als je hem bijvoorbeeld over dat donker heen doet, over dat paars, dan komt dat nog mooier uit, want die flakes zijn heel mooi over donker paars en zwart. Ja, dit vind ik leuk. Zul je zo meteen nog ietsje beter zien, hoor, als dat topcoat eroverheen gaat. Maar wat ik dan dus nog ga doen, een extra stapje, dat is die color drop van Cornelia. Die liet ik dus in die andere video ook al zien. Toen had ik hem net en ja, ik moest er nog even een beetje mee experimenteren. Ik heb ondertussen wat tips en tricks gekregen van jullie. En je moet inderdaad gewoon dunne lijntjes maken of strepen. En je kan er een aantal keren ook overheen gaan. En dan krijg je dus echt een beetje, ja, dat marble effect daar overheen. En daarmee, ja, vind ik dat je nog meer dat steeneffect creëert. Ja, ik vind die wel echt heel mooi zo. En ook over dat donkere heen zo. Hier ook nog een klein beetje. Je wilt het niet te veel doen, want het moet niet too much worden. En je wilt natuurlijk ook nog die mooie ondergrond zien met al die mooie glansdeeltjes en die verschillende kleuren. Ja,
ik ga er gewoon zo'n beetje overheen. Dat je echt zo'n milky baan krijgt met van die lijntjes. Ja, ik vind dat er wel leuk uitzien. Dit droogt gewoon vanzelf. Ja, dit vind ik wel echt heel mooi hoor. Zo, ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En ik ben ook benieuwd welke nail art jij mooier vindt. Of je deze leuker vindt. Of die andere, die marble dus, die ik eerder had gemaakt, die lichtere. Van welke kleur hou jij het meest? Alle linkjes van de webshop zal ik onder deze video zetten waar alles te koop is. Nou, dit laat ik even een beetje drogen. Die marble. En dan gaat er weer een topcoat overheen. En dan is die eigenlijk klaar. Ja, ik vind het echt heel mooi. Ik breng nu de topcoat eroverheen. Dan zie je die flakes ook weer mooi naar boven komen. En echt dat marble effect. Ja, ik vind deze echt heel mooi. Deze hard ik uit in de lamp. En dan laat ik je zo het eindresultaat zien. En hier een close-up van de nagel. Ja, ik hou hier echt van. Ik vind dit zo mooi. Ik zou dit ook echt op mijn eigen nagels willen dragen. En ik moet ook echt mijn nagels doen. Als je goed kijkt, zie je dat ik ook overal uitgroeien heb. Ik heb sommige nagels al korter gedaan. Sommige nagels heb ik al een keer zelfs opnieuw gedaan. Omdat er een nageltje beschadigd was. Dus ik moet echt mijn eigen nagels opnieuw doen. En misschien ga ik zoiets er wel op maken. Ik vind dit echt heel mooi. En anders zou ik ook nog kunnen vragen of mijn zus het wil. Maar degenen die mij volgen en die onze video's wel eens kijken, die weten dat mijn zus niet zo fan is van marble. Ze vindt het wel mooi hoor, maar ze wil het eigenlijk bijna nooit op haar eigen nagels. Maar anders ga ik het denk ik wel op mijn eigen nagels, op mijn nagels dus proberen. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik vind het een hele mooie nail art. Je kan het dus heel eenvoudig maken met die design inks of die color drops of color inks of hoe je ze ook wil noemen. Een aantal flakes heb je dus nodig. En ik vind die witte color drops wel echt wat toevoegen. Je hoeft het niet te doen. Als je denkt van nou, ik vond het zonder die color drops ook al mooi. Ook helemaal prima, hè? Je hoeft het niet per se te gebruiken. Dus laat me zeker weten wat je van deze nail art vindt. Doe ook je duimpje omhoog als je de video leuk vond. Ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel snel weer in de volgende video.